formatie komen op van Argos. Argos, Shimano met vooraan een man die we hier al vele malen gezien hebben, Roy Curvers. Een trouwe aan de ploeg als verlengenis van waar Argos Shimano uit gegroeid is. We gaan even deze ploeg voorstellen. Met de nummer 101, Roy Curvers. Met de nummer 102. 102, Bert de Bakker. Uit de nummer 103, Simon Getschke. 104 voor Marcel Kittel. Wordt dat de winnaar straks, een snelle man. Uit de nummer 105, uit de nummer 105, Tobias Ludwigsson. 106, Ramon Sinkeldam. 107, Johannes Freulinger. 108, Albert Tiemer. En 110, Tom Villers. We gaan even naar Marcel Kittel. Marcel, welkom in Lichtenvelde. You have a very spectacular year this year, but in the last month, is it as good as in the beginning, or what's different? I still had a good year so far. Of course, in the moment it's a little bit difficult for me, but I try to find my way back to the wins of the races. And I had a good time, but of course we are still motivated and we are looking for another win. It's the first time over here in Lichtenvelde, I think, for you? Yeah, it's my first time. But the team, a lot of riders know the ways here, so they will bring you to the sprint. Yeah, the team is very experienced and of course very strong, and I think I have a very good support with those guys around me, and we are looking forward to the race today. Dames en heren, Marcel Kittel. Niet te vergeten dat de Marcel Kittel nog derde was in de grote prijs van Fournier. Twee etappes gewonnen in de ene contour. En vandaag, na een kleine rustperiode van enkele dagen, opnieuw opgemonterd dan ook om hier misschien straks de mannen kunnen worden die we na een geslopende wedstrijd nog mogen verwachten in de finale. De team Argos Shimano. En we behoeven nu het team van Kotba, Super Anohan. Een lekkere ploeg, hè, Super Anohan. Dus smakelijk zijn we in de ploeg. Een ploeg die toch altijd in allerlei wedstrijden zeer mooie resultaten kan voorleggen, hè, Becker? Ja, vooral de Fransman, de Clément Lotterlin, niet vergeten. Dames en heren, we gaan ze nog even aan u gaan voorstellen. Nummer 141, Jurgen François. Nummer 142, Tom Govaerts. En de nummer 143, Ronnie Norman. Nummer 144, Clément Lotterlin. 145, 145, James Moen. Nummer 146, Olivier Pardani. 147, Saint-Vincent Louis Rigo. Nummer 148, Kevin Martinez Suarez. 149, Sven van den Noten. En nummer 150, Jim Vuckers. Van de dames en heren, uw applaus is er voor Colma Superabogam. Wens jullie good luck, good race, and maybe we see each other. Misschien staan we straks jullie op het podium. Wat is nu aanschuiven? We krijgen door de mensen achteraan van de PR-verantwoordelijke dat we een beetje tempo moeten maken. De ploegen staan hier aan te schuiven. En ik zie onder andere het team van Wallonie Bruxelles. Wallonie Bruxelles. En we moeten het tempo opdrijven, zeggen ze. Uit de beste uit Wallonië weten te verzamelen, dan ook in de formatie Wallonie Bruxelles, de Crédit Agricole, waar we straks dan ook één voor één er snel kan voorstellen, want we gaan verdrassen stenen nog naar een tijdstip van 13 uur. Hier wordt de appel aan Soleil pour les photographes. Oké, de ploeg van Wallonie Bruxelles onder leiding van Michel Dernis. 191, Olivier Chevalier. Met de nummer 192, Sam kan gewend doen, Boris Brom. Nummer 193, Jonathan Dufran. 194, Saint-Quentin-Cantonze, Philippe Legrand. Nummer 195, Tom Dernis. 196, Saint-Quentin-Cantonze, Fabio Polazzi. Nummer 197, Laurent Evraard. 198, Saint-Quentin-Cantonze, Kevin Thome. 199, Justin Van Hoeken. En de 200, dat ik door zou doen, zou Robin Stenny. Voilà, Wallonie Bruxelles, bon succès, bonne route, et peut-être à tout à l'heure sur le podium.
vanavond de beste van Wallonië hier weten te verzamelen, de jeugd meteen dan ook tot ontpopping weten te brengen. En vooral namen die we vandaag moeten onthouden. Jonathan Duverrassen, geboren tijdrijder in dat peloton. Dan hebben we Fabio Polazzi, niet onaardig wanneer we straks dan ook hem uitnodigen voor een massaspurt. En die hebben uiteraard dan ook nog een Boris Droom in hun gezelschap. Volgende ploeg, ze komen van ver, Rusveel. Alhoewel, ik heb ze straks zien staan aan in Oostkamp aan het hotel daar, aan Zodostrade. Daar hebben ze blijkbaar overnacht. Rusveno met onderleiding van Egon van Kessel, nummer 71, Alexander Serov. Met de nummer 72, Swassant Douze, 72, Valerie Kaikov. Met nummer 73, Artem Ovechkin. 74, Swassant 14, Alexef Markov. Nummer 75, Victor Manakov. 76, 76, Roman Maikin. Nummer 77, Arthur Ershoff. En we sluiten af met de nummer 79, de Plotrovinger de Sassoisson, 19, Nikolaj Zurkin. Voilà, dames en heren, een applaus voor Rusveno. We wish you a very good race. En een Nederlandse teamleider met ex-renner Egon van Kessel moet het uiteraard dan ook goed draaien voor de Russische formatie van Rusveno. Voilà, Bofrost, dames en heren. Steria onder de leiding van Steve de Neer stond hier vorig jaar nog op het podium als deelnemer. En is dus nu ploegleider geworden bij Bofrost. U heeft het misschien ook gehoord. U ziet nog altijd Topsport Vlaanderen als sponsor staan. Maar Vlaanderen heeft beslist om dit niet meer te doen. Gelukkig hebben de mensen van de ploeg co-sponsors gevonden en gaat deze ploeg gewoon verder. Bovenlost Steria onder leiding van Steve de Neef met 121 Brecht Ruiters. 123, niet in de trui van Belgisch kampioen, maar wel zeer gegeerd in dat Bovenlost team. Timothy Dupont. Nummer 124, Jeroen Lepla. 125, Rutger Roelands. Nummer 126, een man die we ook vast en zeker op de zesdaagse in Gent zullen zien, Steve Schets. Nummer 127, de Oost-Vlaamse belofte en meegem, Francisco van Kompernolle. Nummer 128, Bert van Lerbergen. En met de nummer 130, hold on, heb straks in de finale, Kevin Verwast. Voilà, Bofrost, Steria, jongens, vlieg er maar in. Hier en daar wat wind. Ze spreken eerst van noordwest en dan naar west. Dus ik zou zeggen, behouden rit en tot straks. Du moment que l'équipe sort et complète, il faut se présenter sur le podium, s'il vous plaît. We gaan meteen tijd nemen voor Topsport Vlaanderen. Ja, we horen hier zelfs allerlei nieuwsjes over Topsport Vlaanderen, dames en heren. Onder andere een van de deelnemers, Tim de Klerk, zoon van een leuke cabaretier, die hier binnenkort ook wellicht ervan terug komt optreden. En anderzijds hebben we ook nog een renner die hier blijkbaar zijn liefde gevonden heeft. We zullen straks even vragen hoe dat zit, Pieter Siri. Dus, Topsport Vlaanderen. Met als ploegleider Walter Plankaert en met nummer 61 Sven Jots. 62, zoon van Karel Tim de Klerk. Nummer 63, Tim Mertens. 64, Stijn Nering. Nummer 65, Jan Salomijn. 66, Spurtboom Michael van Staaien. Ja, 67, Steven van Voren. 68, Troedelkindje van de regio, Sven van Doeselaren. Nummer 69, Pieter van Spijnbroek. En we besluiten met de Pieter Serie en ik meen dat u iets te vragen hebt. Ja, ik heb iets te vragen aan Pieter. Pieter ziet blijkbaar heel graag toneel tegenwoordig. Is het niet, Pieter? Ja, uiteraard. Ik kom hier regelmatig zo in, bij Nut en Vermaak in de Burgerschilde even kijken voor uw vriendin. Hoe heet jouw vriendin? Steffi de Zeurde. En sta Steffi hier? Zwaai. Voilà. Steffi, hij gaat winnen vandaag. Hij is goed bezig, hè. Voilà, dames en heren, we sponsoren en we sponsoren allemaal voor Topsport Vlaanderen en de Lichtenveldse connecties. We hebben straks nog het team van Lotto Billison die klaar is dan ook om het bühne of het podium dan ook op te trekken. We hebben intussen tijd accenten Veranda Willems die klaar is dan ook om zich te moeten melden. We hebben Sauber naar Frankrijk. We gaan naar Frankrijk, naar Sorso Yassin. We hadden al even vermeld, zojuist in Isberg een heel sterke ploeg met onder andere Pouilly. Dus we gaan even deze ploeg voorstellen. Ze zijn hier voor de tweede keer, dacht ik, op deze wedstrijd om deel te nemen.
met de Sorsoyasun onder leiding van Gilles Pochard. Met nummer 91, Emmanuel Theo, een stagiair. Met de nummer 92, afwerkende docent van de Vendouze, Christophe Labouri. Met nummer 93, Guillaume Levarlet. Met de nummer 94, afwerkende docent van de Vendouze, Jean-Louis Paini. Met nummer 95, de man om in de gaten te houden, Stefan Pouilly. Met de nummer 96, afwerkende docent van de Vendouze, Paul Pou. En nummer 97, Etienne Tortelier. Voilà, Sorsoyasun, bon succès. Voilà, dat is het team van de Sauwens, zoals ze waren. Meteen de kaart kan getrokken worden van Stefan Pouilly. Recent nog zijn conditie laten demonstreren in de wedstrijd in de Fournée vandaag. Dan ook klaar om hier in Lichtervelde niet alleen het mooie weer te maken, maar straks zorgen voor een boeiend spektakel tussen Lichtervelde en Lichtervelde over een afstand van 89 kilometer. En nu steken we het water over het kanaal over. We gaan naar Engeland, dames en heren. De ploeg Enduro Racing. Enduro Racing, beter gezegd, gaat volgend jaar samen met NetApp, wordt één team. Maar dit team heeft onder andere de winnaar van de Ronde van Groot-Brittannië in zijn gelederen. Hij is wel niet aanwezig, maar dan toch, wil toch zeggen dat deze mannen ook met de fiets kunnen rijden. Enduro Racing. Enduro Racing met onder leiding van Julian Wynn als ploegleider. En dan hebben we als nummer 161 John Anderson. Met de nummer 162, met de nummer 162, Alexander Blaine. Met nummer 133, René Mandry. Met de nummer 166, met de nummer 166, Alexander Wittergal. Met nummer 167, Ian Wilkinson. En we besluiten met de nummer 168, met de nummer 168, Dean Windsor. John Anderson, or is it... is it John or is it Jack? Because I've seen it too, so it's either. What do you like or prefer the most? Jack. Vanaf nu is Jack. Jack Anderson, dames en heren. Ik vind persoonlijk een van de mooiste truitjes die in peloton rondrijden. Accent Jobs met Veranda Willems. Zijn hier vandaag met een leuk team. Met onder andere de nummer 2 van de Grand Prix in Panis, Kevin Ista. Lucien van Impe is de man die vandaag terug de leiding heeft in de ploegleiderswagen. En we stellen Accent Jobs Willems Veranda's voor met nummer 81, Andy Capelle. 82, Stef De Wilde. Nummer 83, Jean-Pierre of Jeppy Drucker. Met de nummer 84, afwikkelen door Sakata van Kent, Gregory Gabo. Met nummer 85, Kevin Ista. 86, afwikkelen door Sakata van Siese, Kevin van Melsen. Met nummer 87, Arnoud van Groen. 88, James van Landschoot. Nummer 89, Timothy Stevens. En we besluiten met misschien een van de favorieten, Benjamin Verhaas, met de terug nummer 90. James, ik heb een vraagje. We missen de Stefan van Dijk, Schildprins. Ja, die is ziek. Die is ook niet aan de start gekomen in Impanis, heb ik gezien. Hè? Nee, die is de dag voor de koers van Schildprins. Altijd niet in orde. Oké, we houden het even weten. Toch een tweede van vorig jaar. Accent Jobs, geef de lamp op en misschien zien we elkaar straks op het podium. We missen voorlopig nog de formatie van Omega Pharma, die van Lotto Belisso. We moeten rekening houden dat daar nog BMC één man is intussen tijd zich reeds komen voorstellen. Rabobank, en nu zijn we toe aan Lotto Belisso. Ja, we zien al Frederik Willems als eerste. En ook, dames en heren, volgens mij de eerste Iranees op het podium hier. Met Sorabi, die hier vandaag terug als ploegmaat gaat proberen om de sporters naar voren te brengen. En we hebben dus Lotto Belisso onder leiding van Jean-Pierre Hendricks. Met als nummer 11, Sander Cordeel. Nummer 12, Kenny De Haas. Nummer 13, Jens de Busseren. 14, Maarten Meijens. Nummer 15, Frederik Robert. 16, Mehdi Sograbi. En nummer 17, Thomas Springers. 18, Tosh van der Zande. Vierde in het Vlaams kampioenschap, nog in koopschap. En nummer 19, Jonas van Genechten. En we sluiten het rijtje met Frederik Willems. Met de terug nummer 20. Dus, wat gaan we doen vandaag? Weglopen of sprinten? Misschien alle twee. Nee, koersen hebben we al zien. Wat er ook op de sprint. En als het sprint wordt, voor wie gaan jullie? Volle bak? Dat moeten we nog zien in de koers zelf, denk ik. We zijn er komen in aanpas van alle renners. We gaan zien wie is het beste boek. Oké, veel succes op de Belisol. Dat was van der Zande. Van de dames en heren, op het podium nu een applaus als voorstelling. Maar straks misschien dan ook op het hoogste schabotje. En uitkijken naar Mehdi Sograbi voor de eerste maal dan ook de gast in West-Vlaanderen.
Oké, we hebben nog, laat ons zeggen, een grote 15 minuten voor de start. En we zien Vacant Soleil onder andere klaarstaan. Vacant Soleil, DCM, een van de protorproegen ook hier aanwezig, zoals Lotto Benisol hier al gepasseerd is. En het zal Charles Palmans zijn die vandaag de ploeg zal begeleiden. Met onder andere ook Johnny Hogerlands. Toch een mooie naam hier aanwezig. Voilà, hij komt zelfs als eerste het bladteken voor de ploeg. Dus we hebben Vacant Soleil, DCM Pro Cycling Team. Met nummer 41, Johnny Hogerlands. 42, onthoud straks de naam van Kenny van Gummer. Tweede in Isbergen. Nummer 43, Wesley Kreder. 44, Pim Lichtgaard. Nummer 45, Chris Boekmans. 46, Barry Marcus. Nummer 47, Stijn Volders. En 48, Martijn Keizer. Chris, goedemiddag. Welkom in Lichtervelde. Is het voor jou de eerste keer dat je hier rijdt of heb je al andere jaren meegemaakt? Ja, vorig jaar was het hier ook. En je weet, wat was voor jou het moeilijkste hier op deze wedstrijd? Wat is het, een beetje de mogelijke spelbreker? De wind is meestal wel een bepaalde factor in deze wedstrijd. En voelen de benen voor de spurt goed aan of zeg je van, oh nee, Kenny is ook wel heel goed bezig, we zullen hier de kaart van Kenny trekken? Ja, Kenny is echt goed op de race, die zal vandaag wel naar voren uitkomen. Oké, we zien het wel. Veel succes van Kanselij DCM. Tot straks. We hebben opdracht om wat sneller door te gaan, want we gaan met de rosse sneden ook naar de start van het gezelschap. We gaan om meteen kennis nemen om met Omega Pharma Quickstep die klaar is. We gaan intussen tijden ook een landbouwkrediet op de bühne verwachten. Ja. Landbouwkrediet, Euphony komt hier de wedstrijdpad tekenen met vandaag Marcel Omloop in de wagen. En ook een ploeg die ook heel goed bezig is met onder andere Kevin Peters, nog derde tijdens de wedstrijd in de Grand Prix in Paris. En we stellen voor, nummer 51, Kevin Kleis. 52, Davy Komijnen. Nummer 53, Kevin Peters. 54, Kurt Goveling. Nummer 55, Egidius Judovalkis. 56, Baptiste Plankaert. Nummer 57, Juri Stallaert. En 58, niet voorzien op de lijst, maar hier vandaag present, uit Moeskroen, Jonathan Breinen. Succes wensen we aan Landbouwkrediet Euphony. Misschien tot straks op het podium. En we gaan over naar het volgende team. We zien ze echt in rasse scheiden hier komen. We willen ze toch allemaal graag even één voor één voorstellen. Het zal een poste Sean Kelly worden, waar we straks onder leiding van Kurt Bogaerts het nummer 100 en maar gisteren het nummer 113 voorstellen met Nico Eekhout. Voilà, dus we hebben de ploeg met onder leiding van Kurt Bogaerts met het nummer 111. De man die de meeste overwinningen haalde in de ploeg, Gideminas Bagdonas. 112, Mark Christian. Met 113, Nico Eekhout zoals gezegd. 114, 114, McLaughlin Neronan. Nummer 115, Pieter Gilbert. 116, Roy Jans. Nummer 117, Conor McConvey. 119, Joren Segers. En een man met een grootouders uit Sleidingen, Niels Wijtink. 120. Voilà, dames en heren, die van een poster, Sean Kelly. De fotografen, ja, mag man een schoen, zo handdoekend. Je gaat moeten rap zijn, want we hebben blijkbaar lijntijd. We zien een van de topteams aanwezig, BMC, onder commando van Alessandro Ballan. We gaan met Rick Verbrugge het team voorstellen met de nummer 21, Adam Blythe. Met nummer 22, Brent Boekwalter. Met de nummer 23, Steven Cummings, winnaar van de 13e etappe van de Vuelta. Nummer 24, Alessandro Ballan. 25, Yannick Essen. Nummer 26, Martin Kohler. 27, Klaas Lodewijk mag straks zijn eigen de regio doorrijden. Voilà, nummer 28, Manuel Quinziato. 29, Michael Scher. En nummer 30, Danilo Wies. Voilà, dames en heren, DMC Racing Team. En in dit team, dames en heren, zijn er maar zelfs drie WK-gangers. Brent Boekwalter, Stefan Cummins en Michael Scher rijden ook zondag in Valkenburg. Good luck, see you, maybe. In a few hours, again, here on the podium. Rabobank, waar Adrie van Gommelingen straks dan ook zijn team mag leiden. We gaan ze snel op de bühne laten noteren met de nummer 31, Jesse Boos. Ah,
Met de band, dames en heren, met nummer 32. Speciaal overgekomen van trainingskamp in Frankrijk. En straks met het vliegtuig terug, Theo Bos. Met nummer 33, Graeme Brown. Met nummer 34, Steven Kruiswijk. 35, Thomas Lezer. Nummer 36, Maarten Chalinki terug goed op dreef na zijn Hupbrug. Ja. Nummer 37, Jos van Emden. Nummer 38, Dennis van Winden. 39, Koen Vermelvoort. En de Belgische diehards bij Rabobank, Maarten Wijnands. Voilà, dames en heren, geef ze een applaus. Rabobank. En aangezien hebben we nog één ploeg die we mogen begroeten. Dames en heren, met de winnaar van vorig jaar. En toch wel, naar mijn mening, een heel sterk team van dit jaar aanwezig. Onder leiding van Rick van Slijken, de man die dus hier vooral de wind ziet spelen in de wedstrijd. En we beginnen met het nummer 1, logisch als winnaar van vorig jaar. Dames en heren, uw handen op elkaar. Dion van Kaasbroek! Het nummer 3, meter nummer 3, Michael Golas. Nummer 4, misschien wel de man voor een sprintje, Andrew Fenn. Vierde in de grote prijs, sympathisch niet te vergeten. 5, Jeroen Goorne. Nummer 6, de man die al volop denkt aan zesdaagse in Van Gent, al zijn Twitterberichten te zien, Ilion Keijzer. Met de nummer 7, Nicolas Maas. Met nummer 8, Serge Pauwels. 9, Julien Vermoten. En nummer 10, Gert Steegmans. En ik ga even naar Ilio. Ilio, hoe zit het met Bradley Wiggins in Gent? Ik denk dat dat een heel kleine kans is. Het was wel leuk, hè, de conversatie. Even zo van, oh, waarom niet, waarom wel? Maar Patrick Sepu zei onmiddellijk van, moeilijk. Ja, het budget zal niet toekomen om zo'n verdette agent te krijgen natuurlijk. Voor de prijs zei dat hij voor niks wil rijden, maar ik heb nog een andere, ik versta iets anders onder niks. Ja, voilà, ze zijn oké. Je begint in Amsterdam? Ja, Amsterdam, Grenoble, Gent. Met Nicky Terpstra? Ja. Vorig jaar volgens mij ook gewonnen? Inderdaad. Ik zou zeggen, doen we hetzelfde. Dames en heren, nog een warm applaus voor Hannega Pharma Quickstep. Voilà, dames en heren, we hebben exact nog 9 minuten de tijd om deze 175 renners door elkaar te stomen voor de start van deze editie van Omloop van het Goudplan. Wij gaan even verhuizen naar ons kot daarboven. De wind begint een beetje te spelen. We zullen misschien als een frak moeten aandoen. Maar kom, het wordt leuk. Deze wind in deze wedstrijd maakt altijd dat we een mooi koersverloop krijgen. Ik zag daarnet nog ook even wat er vorig jaar gebeurd was. En dan is eigenlijk de beslissing onmiddellijk gevallen. Na, ik denk 10